In 1943 werden vanuit kamp Vught zo'n 1800 kinderen gedeporteerd naar de vernietigingskampen in Polen via kamp Westerbork. In de expositie Alle kinderen, ze zijn weg, kamp Vught 1943, worden voor het eerst in een tentoonstelling deze kindertransporten belicht. De expositie kun je eigenlijk zien als een monument, een verhaal wat hier verbeeld wordt. Als een eerbetoon aan alle kinderen die in kamp Vught hebben gezeten, ook met hun ouders natuurlijk. En die wij proberen, de geschiedenis proberen wij inzichtelijk te maken. Dat de verhalen van de kinderen bewaard blijven, dat de geschiedenis wordt doorverteld. Dat is wat wij met Nationaal Monument kamp Vught willen bereiken. Deze expositie is een eerbetoon aan alle kinderen die in kamp Vught gevangen werden gehouden. En dan in het bijzonder de verhalen van het kindertransport, al die Joodse kinderen. Er zijn natuurlijk nog veel meer Joodse kinderen en andere kinderen die in kamp Vught gevangen werden gehouden. En die in andere kampen terechtkwamen, waarna ze gedeporteerd werden, zoals Auschwitz. En een van die kinderen is Ernst Verduin. Toen we aankwamen hier in Vught, was het hier eigenlijk nog niet helemaal klaar. Mijn vader en moeder gingen automatisch, onafhankelijk van elkaar hoor, gewoon de mensen aansporen van mensen, help jezelf. Ga je matras opmaken. Daar liggen zakken, jute zakken. En daar ginds ligt stro. Ga die zakken vullen, dan heb je tenminste een soort matras om op te liggen. Contacten tussen het vrouwendeel en het mannendeel van het concentratiekamp was bepaald niet frequent. Hooguit één keer per week. En soms minder. Ik werkte zo'n beetje op de administratie als een soort loopjongetje. Ik deed van allerlei kleine klusjes. Maar werkte bijvoorbeeld ook bij de pakkettenontvangst. Bij de soort bankachtig iets waar geld binnenkwam voor mensen. Ik ben zeker ook bezig geweest met opstellen van lijsten. Of het invullen of uitschrijven of tikken van namen op lijsten van mensen die weggevoerd werden. In september 1943 werden Ernst en zijn 2 jaar oudere zus Wanda via Westerbork naar Auschwitz gedeporteerd. Zijn ouders volgden later. En mijn vader heb ik sindsdien nooit meer teruggezien. Hij is later in november 1943 naar regelrecht, een van de weinige transporten, regelrecht vanuit Vught naar Auschwitz getransporteerd. Mijn moeder is pas met het Philips-transport van hier naar Auschwitz gestuurd. Want toen mijn zus en ik weggevoerd waren, is mijn moeder psychisch ingestort. En heeft toen een tijdje in de ziekenbarak gelegen en zei toen, ik wil geen kampleidster meer zijn. En is toen bij Philips Commando gaan werken, waar ze prompt bandleidster werd. En heeft het door de bescherming van Philips de oorlog overleefd. In Auschwitz werd zijn zus geselecteerd voor de vrouwen die mochten werken. Ernst werd regelrecht naar de gaskamergroep gestuurd. Daar kreeg hij het aan de stok met een SS'er. Ik wil niet naar de gaskamer, ik ben al 18. Hij zei, daar geloof ik niks van, je bent misschien maar 15 of 16 of zo. Nee hoor, geen sprake van. Maar hou je mond, als je niet ogenblikkelijk je mond houdt over gaskamer en zo, dat is er helemaal niet, dan sla ik je ter plekke dood. Hij had een knuppel in zijn hand, ik denk, nou dat doet hij. Ik ben de gaskamergroep ingelopen en een stukje verderop overgelopen naar de groep die moest gaan werken. Daar stonden wachtposten tussen met een bajonet op het geweer. Ik had verwacht en geprefereerd door een bajonet gedood te worden dan door het gas in de gaskamer. Ik wist namelijk hoe erg het was, omdat een SS'er die in Auschwitz gezeten had, in de barak van mijn vader een keer daar heel uitgebreid over verteld had. En dat het wel 20 minuten duren kon voor je dood was in de gaskamer. En dat er soms nog wel levende mensen uit de gaskamer gehaald werden. En die dan doodgeslagen werden daar ter plekke. Ik nam even gauw vlug afscheid, omhelzingen, een kus en een handdruk van mijn zus. Die groep vrouwen heb ik nu eigenlijk pas sinds een jaar definitief gehoord hoe dat allemaal gegaan is. Gedeeltelijk in het experimentenblok gezeten, grootste deel dus daar vermoord. En ik had toen ik in Polen zat al gehoord dat mijn zus ook opzettelijk besmet was met tyfus en daardoor gestorven was. Maar mijn moeder heeft nooit anders geweten dan dat mijn zus gewoon tyfus had gekregen. Mijn vader is in Auschwitz aangekomen in november 1943, regelrecht vanuit Vught. In het stamlager terechtgekomen. In Monowitz hoorde ik daarover. Later heb geprobeerd hem naar Monowitz te laten komen. Dat werd ook Buna genoemd, want die industrie, IG Farben-industrie, daar werd Buna, kunstrubber, benzine gemaakt. Hij is waarschijnlijk, praktisch zeker, in plaats van naar Buna Monowitz, naar Buna Blechhammer gestuurd, waar ook een IG Farben-industrie stond. En verder weet ik niets. Gewoon verdwenen. Toen de Russen in januari 1945 in Auschwitz kwamen, werd Ernst het kamp uitgejaagd. Toen heb ik een stuk op een van die dodenmarsen meegelopen tot Gleiwitz.
daar stond een trein. Ik vroeg, waar gaat die trein heen? Intussen was die trein aan het rijden al. En toen zeiden ze, ja, die gaat naar Boegewald. Ik zei, oh, die trein moet ik halen. Dus ik ben de trein achterna gerend, erop gesprongen. Ook natuurlijk geschreven dat het niet mocht. Maar ja, schieten deden ze toch niet. Want kijk, ze zeiden wel, we zullen je doodschieten. Dat riepen ze dan wel. Dat deden ze niet. Want ze hadden meer kans een collega dan te raken dan mij. Dus ik op die trein gesprongen. En we waren 3 dagen later in Boegewald. Aan het einde, 8 april, vlak voor de bevrijding, 11 april werden we bevrijd. Werden nog heel veel gevangenen weggejaagd. Allerlei groepen, voornamelijk Joden, Zigeuners, maar ook Britse, Russische krijgsgevangenen die in het concentratiekamp zaten, hoor. Weggestuurd. En toen meldde ik me bij een SS'er als zijnde geen Jood. Nou, dat moest ik dan maar laten zien. Maar als niet-Jood weet je niet wat je moet laten zien. Nou, toen begon hij aan mijn broek te rukken. Intussen had hij al een beetje gegrinnikt. Ik dacht, oh, dat heb ik gewonnen. En rukte mijn broek omlaag, waar ik zei dan, het mag niet van mijn moeder, wat natuurlijk een waanzinnige opmerking is, waarop hij nog wat meer grinnikte. En rukte mijn broek omlaag en zag dat ik niet besneden ben. Waardoor hij zei, oh ja, maar waarom zit je dan in het kamp? Nou, ik heb de flauwe kulsmoes opgehangen. En toen zei hij op een goed moment, schei uit, stop nou met het theater en verdwijn. Ga naar de Nederlandse brak. Op mijn verjaardag, 22 juni 1945, hoorde ik dat mijn moeder nog leefde en in Zweden was. We hebben later veel gesproken in het begin, tot we vonden. Nu hebben we genoeg verteld aan elkaar van wat we weten. Laten we het nu verder onderling rusten. Ernst is nu 84 jaar en geeft gastlessen aan kinderen op school. Ja, mijn doel van het geven van gastlessen is kinderen te doordringen van het feit waar discriminatie in de allerergste vorm toe leidt, tot moord. Ook nu nog.